Het is weer vrijdag en dus weer tijd voor een nieuwe Vrijmie-beurs. Een serie waarin we gaan kijken naar het nieuws van de afgelopen week. Ten eerste gaan we kijken naar de AEX en andere beurzen waar een nieuwe ja, indeling zal komen. En ook een nieuwe weging. Dus welke aandelen erin komen en welke aandelen eruit gaan. Ook gaan we kijken naar Galapagos en waarom ik Galapagos verkocht heb. En tenslotte kijken we naar de steunpakketten van de VS en van Europa. En ook de eventuele impact daarvan op de beurs. Genoeg te bespreken, dus weer laten we snel beginnen. Dat je weer kijkt naar een nieuwe video van een En Laten we dan maar meteen gaan beginnen met het eerste onderdeel. En dat is eigenlijk vooral de focus op de AEX en de nieuwe indeling daarvan. Want ik maakte vorig jaar al een video over hoe deze wordt samengesteld en welke wegingen er wordt toegepast. Kort samengevat komt het neer dat er wordt gekeken naar ten eerste de free-float market cap, oftewel de beurswaarde van de aandelen die vrij verhandelbaar zijn. En daarnaast ook een maximale weging van 15% in deze index wordt gehanteerd, zoals het bijvoorbeeld vroeger dat Shell de lijst aanvoerde. Tegenwoordig is dat ASML en waarschijnlijk wordt die ook beperkt tot een maximale weging van 15%, omdat juist ASML het, het het laatste jaar heel erg goed heeft gedaan. En eenmaal per jaar wordt de indeling dus opnieuw bepaald. Dat wil zeggen of er aandelen worden toegevoegd of juist uitgehaald uit een index. Maar het is wel zo dat er ieder kwartaal wel wijzigingen kunnen optreden in de weging van de aandelen binnen deze index. En in een artikel van IEX kunnen we eigenlijk deze wijzigingen al teruglezen, welke er dus later deze maand komen. Waarbij de verschuivingen eigenlijk tussen de drie beurzen in Amsterdam worden beschreven. Ik heb hierachter een overzicht van gemaakt, zodat het iets duidelijker is, hoop ik in ieder geval. Kijken we hier, dan zien we ten eerste links de AEX. Uh, we zien dat ABN AMRO en Galapagos uit de AEX verdwijnen. Zij gaan zeg maar een beurs naar beneden, lager naar de midcap. Kijken we naar de midcap, omdat juist AWN en Galapagos dus daar naartoe gaan vanuit de AX. Dat betekent ook dat er weer twee bedrijven vanuit de midcap naar de AX gaan: dat zijn Basie, een bedrijf dat actief is in de sector van semiconductors, en Signify, de verlichtingstak van Philips, maar ook uit de midcap verdwijnt een bedrijf, en dat is NSI, een vastgoedonderneming. Deze gaat naar de ASCX en wordt vervangen door twee nieuwe bedrijven. Ten eerste is dat Alve, een aandeel dat velen van jullie kennen en waarschijnlijk ook nog eens in bezit hebben, heel erg populair. Um, het bedrijf, het aandeel, maar zeker ook de sector. Dus dat is waarschijnlijk een van de redenen dat het nu naar de midcap gaat. Maar ook AMG, oftewel Advanced Metallurgic Group. Een bedrijf dat geavanceerde metaalproducten ontwerpt en produceert. Maar ook oversystemen voor die metaalbewerking maakt. Ook dat bedrijf gaat dus naar de midcap. En welke impact heeft dat dan? Het kan zijn dat bedrijven nu meer in het nieuws komen... en daardoor ja, meer naastbekendheid krijgen... en wat positief kan uitpakken voor het bedrijf. Ik denk echt dat, niet dat dat zo'n grote rol speelt... Want kijk bijvoorbeeld naar Alphen. Dat was een relatief kleine onderneming, maar toch heel erg populair. Omdat het gewoon in de juiste sector zat waar heel veel beleggers in geïnteresseerd zijn. En dan weten zij het bedrijf toch wel te vinden. Ik denk ook dat het überhaupt, het genoteerd zijn aan een beurs, dan ook veel belangrijker is als in welke beurs. En als het dan al impact heeft, is dat vooral de bedrijven die in de AX komen of juist daaruit gaan. Omdat juist voor de AX de meeste en ook de grootste indexfondsen en ETF's zijn. Dus. Deze fondsen die de Ajax volgen, dat wil zeggen als er een bedrijf bij komt, zullen zij aandelen van dat bedrijf moeten kopen. Gaat er een ander bedrijf uit, dan zullen ze van... Ja, dat bedrijf waarschijnlijk de aandelen dus verkopen. Nou, dat kan dus negatief zijn voor Galapagos en ABN. Omdat daar dan juist aandelen van worden verkocht. Omdat het niet meer in de AIX zit. En juist positief zijn voor Signify en BC. Zien we ook wel een beetje terugkomen in de koers. Beasy deed het erg goed de laatste dagen. Terwijl ABN juist weer inleverde. Al kan ik dat niet helemaal daaraan linken. Omdat je gewoon op de markt ook deze verschuiving ziet. Dus uh, waar vroeger, of waar vroeger, waar vorige week tech werd afgestraft, was het deze week juist weer populair. En waar vorige week aandelen zoals ABN weer populair waren, is dat deze week weer niet. Dus ik denk dat het vooral daarmee samenhangt en niet zozeer met het nieuws dat ze worden toegevoegd of dat ze uit hun beurs gaan. En als het al effect heeft, dan is dat vaak voor korte termijn en op lange termijn is dat minder. Uh, zou het zo zijn, namelijk dat bijvoorbeeld Galapagos uh, minder populair wordt omdat het niet meer op de AEX zit? Dan wordt het volop verkocht, bijvoorbeeld. Dan gaat misschien de koers wel te laag. En op dat moment gaan er toch weer mensen instappen. Omdat ze zien dat het eigenlijk ja, een te lage koers heeft, een te lage waardering. En dat ze daardoor rendement kunnen maken. Dus als mensen dan juist weer instappen. Uh, ja, trekt dat de koers op zich wel weer alweer naar de echte waarde. Um, en heb je dus niet meer zo sprake van dat het. Mogelijk heel veel effect heeft op de koers op de langere termijn. Over Galapagos gesproken: dit is een aandeel waar ik de laatste tijd wel vaker over heb gehad, wat ja, redelijk wat negatief nieuws heeft gehad de laatste maanden. Een aandeel dat ik wel in bezit had en daarom ook dacht van wil ik het aandeel nou behouden of wil ik het juist verkopen. Ik was er nog niet helemaal over uit en ik wilde ook niet te snel een beslissing nemen omdat ik dan mogelijk uiteindelijk de verkeerde beslissing neem. Uh, trouwens een van de punten die we hebben kunnen leren van de afgelopen correctie waar ik ook een video over heb gemaakt. Ik zal hem trouwens ook even hier linken uh, wat je eigenlijk van de laatste correctie die we de laatste weken hebben gezien wat je daar uiteindelijk kunt leren als belegger zijn. De heel veel goede tips vanuit jullie kijkers uh, heb ik ontvangen daarover. Maar ik was dus al wel een beetje geneigd om Galapagos te gaan verkopen. En nu het is deze week bekend is geworden uh, dat het uit de AX verdwijnt, is dat wederom een extra minpunt voor het aandeel. En heb ik uiteindelijk de beslissing genomen om het te gaan verkopen. Helaas met een verlies. Ik zal dus een verlies moeten nemen. Of ik heb een verlies genomen van net geen 36% op dit aandeel. Maar om te begrijpen waarom ik het nu eigenlijk heb verkocht, is het juist ook belangrijk. Om te weten waarom ik het een paar maanden geleden gekocht heb. Want ik kocht het op 10 oktober afgelopen jaar. Nadat het al flink was afgestraft door negatief nieuws. Het aandeel zelf kwam van een koers van 250 euro begin 2020. Toen een flinke dip vanwege de crisis. En uiteindelijk ook de afkeuring van het medicijn uh, in de VS. Daardoor ging het aandeel nog verder onderuit. Zoals gezegd, rond 10 oktober heb ik het dan ook gekocht. Omdat ik dacht dat het niet heel veel verder kon dalen. En omdat het cash in het bedrijf eigenlijk al goed was voor 70-80 euro per aandeel um, en heel belangrijk ik wilde eigenlijk al een gokje wagen ik heb toen voor ongeveer 1100 euro aandelen gekocht dat was wat het geld dat ik nog had staan bij de giro met het idee dat ik het eigenlijk al een tijdje aan zou houden uh, als een van de redenen waarom het aandeel ook flink was gezakt dat mensen wel zeiden van het kan wel iets opleveren maar dan moet je een paar jaar vooruit kijken nou dat wilde ik wel uiteindelijk is het in die paar maanden dat ik het heb gehad ben ik toch van inzicht veranderd en heb ik het dus verkocht voor 700 euro. Oftewel een verlies van 400 euro. En de reden dat ik nu verkoop is dat er eigenlijk de komende jaren geen nieuwe medicijnen in de pijplijn zitten bij Galapagos. Oftewel, er is gewoon heel weinig nieuws waarop het aandeel nog omhoog kan gaan. Maar heel erg belangrijk ook wel: ik kwam erachter dat ik een gokje nam in een sector waar ik gewoon weinig over weet. Technologie, daar, ja, dat begrijp ik beter, daar ligt mijn interesse. Maar bij biotech en die onderzoeksfases, etcetera. Ja, daar ligt mijn kennis niet. En nu merk ik gewoon ook dat ik niet de tijd en de interesse heb om dat uit te gaan zoeken. En dat samen met het verdwijnen uit de AIX, heeft er dus uiteindelijk voor gezorgd dat ik besloten heb om te verkopen om een verlies te nemen. En dan dat geld wat ik nu eruit heb gehaald, die 700 euro weer in een ander aandeel te gaan investeren. Een aandeel waar ik wel heel erg positief over ben de komende jaren. Zodat ik je eigenlijk wel een positief rendement kan maken. En hopelijk dus mijn verlies weer terug kan verdienen. En wil je nou zelf ook aandelen kopen? Kijk dan eens naar de Giro. Dat is de broker die ik gebruik voor de meeste van mijn beleggingen. Net zoals heel veel van mijn abonnees en 1 miljoen anderen. Het openen van een account is gratis. Maar je helpt wel het kanaal, dus dat waardeer ik enorm. En het zorgt er ook voor dat ik in de toekomst meer van dit soort video's kan blijven maken. En wil je meer video's zien, abonneer dan op het kanaal en geef een duimpje omhoog als je het weer een leuke video vindt. Gaan we door naar het laatste nieuws van deze video: dat zijn de steunpakketten in de Verenigde Staten en in Europa. Want in de afgelopen 24 uur is er eigenlijk bekend geworden dat er wereldwijd 3600 miljard euro richting de economie gaat. De helft daarvan is ongeveer in Europa, de andere helft in Amerika. Beide hebben zij een programma, een manier om de economie te helpen. Maar het is beide wel een heel andere strategie. Dus laten we even kijken wat deze continenten eigenlijk hebben besloten en wat dat voor impact kan hebben ook op de beurs. Ten eerste in Europa, de ECB, de Europese Centrale Bank en het opkoopprogramma. Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank, zei dat ze de komende tijd meer blijft opkopen in Europa. Het totale bedrag van 1850 miljard euro van het programma, dat wordt niet verhoogd. Maar de komende tijd kopen ze wel meer op, want dat was juist de laatste maanden wat minder geworden. En daardoor werd eigenlijk ook gevreesd dat de ECB een beetje op de rem was gaan staan. En het programma uh, ja, een beetje tegenhield, omdat misschien wel de inflatie anders te hard zou stijgen. Nou, dat is nu dus wel weggenomen door Lagarde. Maar ze zei echt wel dat ze iets ja, ergens anders zich uh, zorgen over maakt. Namelijk een oplopende rente. Waarbij ze eigenlijk weer verwijst naar het steunprogramma in Amerika. Daar ontvangen bijna alle huishoudens 1400 dollar. En omdat dat geld de economie ingaat. zal daar waarschijnlijk de rente en de inflatie gaan stijgen, is de verwachting. De ECB doet het op een andere manier. Die koopt juist staatsleningen en bedrijfsobligaties op om daarmee in principe de marktrente die in Europa geldt... om die wat te drukken, naar wat beneden te brengen. Dat is dus positief uh, voor de markt. Kijken we echter naar het steunpakket van Biden. Daar gaat het dus om uh, 1900 miljard dollar... wat richting de economie gaat. Nou, de eerste Amerikaanse gezinnen kunnen dit weekend al... Uh, de eerste 1400 dollar verwachten per huishouden. Ook zien we dat de werkloosheidsuitkeringen worden uitgebreid. Ziektekostenpremies worden verlaagd. En dat 350 miljard euro gaat... Naar noodleidende staten en gemeenten, zodat zij ook weer opnieuw mensen kunnen aannemen. En ook nog eens: Amerikanen die kinderen hebben, krijgen een toeslag iedere maand van 250 tot 300 dollar per kind. Dus er gaat gewoon heel veel geld richting Amerikanen. En andere dingen zorgt er juist voor dat ze misschien wel minder geld kwijt zijn. Ze houden dus meer geld over. Heel veel van dat geld zal dus richting de economie gaan. En dat is een heel andere aanpak dan Europa. En zoals gezegd, omdat er juist zoveel geld richting de economie gaat in Amerika. Uh, samen met het geld dat ze ook nog eens misschien wel hebben gespaard of bespaard vanwege corona de laatste tijd. Ja, komt er zoveel geld de economie in, dat de verwachtingen zijn dat daar de rentes en de inflatie zullen gaan stijgen. En wat de impact daarvan is voor de beurs of voor de economie, uh, daar twijfel ik nog een beetje over. Je kunt in Europa zien dat daar de rentes worden laag gehouden, dan worden vaak aandelen interessanter. Als je gaat kijken naar Amerika, daar gaat veel geld de economie in. Uh, het is ook berekend, ik zag ergens een, een nieuwsbericht voorbij komen dat van het geld dat nu dus door de overheid wordt uitgegeven tot misschien wel 400 miljard euro uiteindelijk richting de beurs gaat omdat er gewoon heel veel mensen, heel veel Amerikanen ontvangen ook geld terwijl ze eigenlijk misschien wel juist afgelopen jaar al bespaard hebben, gespaard hebben, het, of gewoon hun baan überhaupt al behouden hebben, ook dan ontvang je geld. Dat is eigenlijk extra geld en dat willen mensen vaak graag gaan beleggen bijvoorbeeld. Dus ook daar zul je zien dat er misschien wel heel veel geld richting de beurs gaat, waardoor de vraag toeneemt en dus ook Amerikaanse aandelen waarschijnlijk ja, populairder zullen worden. Maar tegelijkertijd zien we dus dat de verwachtingen zijn dat zowel de inflatie als de rente zal gaan toenemen als er meer geld de economie in komt. Wat juist weer heel negatief is, zeker voor technologieaandelen bij bedrijven waar de winst vooral in de toekomst ligt. Als dan de rente en de inflatie gaan toenemen, dan is geld in de toekomst minder waard. Dus zijn mensen nu ook bereid minder te betalen voor een aandeel, waardoor de koers weer juist verzakt. Dus dat is eigenlijk wat we de laatste week ook al zien: dat gewoon beleggers ja, daar een beetje moeite mee hebben. Uh, ja, een beetje vrezen voor wat de toekomst gaat brengen. Kijken we echter naar de laatste vijf dagen, dan zien we hier in Amerika wel weer alles zo'n beetje in het groen staan. Dus het ziet er wel weer een stukje beter uit. Maar vandaag is het volgens mij juist weer anders, tenminste de voorbeurs, Omdat er dus ja, weer wederom wordt gedacht dat het extra geld, nu het er definitief komt, toch wel impact kan hebben op die inflatie, op die rentes. En daar reageren koersen natuurlijk meteen weer op. En daarom is het eigenlijk de reden dat ik er nog niet helemaal uit ben. Je hoort wat positieve signalen, wat negatieve signalen. En ik weet nog niet precies wat ik daarvan moet maken of moet verwachten. Ik ben ook erg benieuwd wat jullie daarvan denken. Laat vooral weten wat jij denkt, wat jij verwacht. En doe dat in de reacties onder deze video. En ik denk dat we daar wel een onderscheid moeten maken voor de korte termijn of de lange termijn. Lange termijn zal het allemaal wel weer goed komen, vooral op de korte termijn kan dit impact hebben op koersen. Dus ben benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Zijn we daarmee aan het einde komen van deze video? Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef even een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort video's zien? Klik dan op abonneren onder deze video. Zoals gezegd nogmaals bedankt voor het kijken. Een fijn weekend en dan hoop ik jou weer bij de volgende video te zien.